Thorium, gesmolten zoutreactoren. Waar gaat het over? Wat is dat eigenlijk? En vooral, waarom is dat belangrijk? Ik heb 25 minuten om het u te vertellen. Allereerst dit. De uitdaging van de energietransitie is groter dan u denkt. Dat durf ik met zoveel vertrouwen te zeggen, omdat ik iedere keer merk dat de meeste mensen eigenlijk een heel grote delen niet zien van wat er eigenlijk op ons afkomt. Plaatje om dat allemaal samen te vatten. Dit is een van mijn favoriete plaatjes in dat debat. Dit is een plaatje wat van een van de Amerikaanse nationale laboratoria komt. En dat vat het eigenlijk het probleem in één slide samen. Dat gaat dan over de Amerikaanse situatie. Maar eigenlijk is het plaatje vergelijkbaar voor de Europese Unie, voor Nederland, voor de VS, voor de wereld. En het is een kolossale opgave. Wat we hier zien is een totaal overzicht van de bronnen. Die ziet u aan de linkerkant staan. Dat zijn die blokjes, daar staan de namen in. En daar komen lijntjes uit. Dat gaat dan om de hoeveelheden van de energie. En aan de rechterkant staat waar we het voor gebruiken. En dat zijn die roze blokjes. En daar bovenin staat wat we huishoudens gebruiken. Het blokje eronder over wat de handel gebruikt. Daaronder wat de industrie gebruikt. En tenslotte wat transport gebruikt. De discussie in Nederland op dit moment gaat eigenlijk voornamelijk over dit stukje. Het gaat over elektriciteit. Hoe we de elektriciteit schoon kunnen krijgen. In Nederland kun je eigenlijk al merken dat dat een kolossale opgave is. Maar wat je ziet is dat daar die stromen daaronder, dat die helemaal niet gaan over elektriciteit. En daar zit eigenlijk hele grote delen van het probleem. Een ander deel is natuurlijk, het gaat over energiebesparing. Nou, dat kun je eigenlijk aan die rechter dingen zien. Wat hier, dat donkere blokje hier, dat gaat over wat we in feite doen met de energie. Hè? Dus hier doen we het voor. Dit is waar we het nuttig gebruiken. Maar we kunnen bij heel veel gevallen een heel groot deel van de energie niet gebruiken. En dat is dan waar de potentie zit voor energiebesparing. Maar eigenlijk in al deze dingen kun je zien dat het probleem heel erg groot is. Wat je aan die linkerkant ziet, is eigenlijk de vormen van schone energie waar we steeds meer naartoe willen. Bovenaan staat zonne-energie, daaronder staat kernenergie, waterkracht en wind en dan een klein beetje geothermie. Nou, de belangrijkste bronnen waar het in Nederland over gaat zijn natuurlijk windenergie en zonne-energie. En in dit schema, als je dat bij elkaar optelt, zit dat zo ongeveer om de 3,5%. En dat is eigenlijk nadat we daar al zo'n 20 jaar mee, al langer mee bezig zijn geweest. Ik zou er nog veel langer over kunnen praten, maar eigenlijk hier kun je al aan zien dat we nog maar een heel klein stukje van die opgave gedaan hebben. En op dit moment al zie je dat als gevolg daarvan, krijg je dit plaatje wat onlangs in Nature stond, wereldwijd nu al de mijnbouw echt enorm toeneemt. Dit zijn een aantal vormen van mijnbouw die gaan over, dat is onderscheid gemaakt tussen, dit gaat over hernieuwbare energie. En die blauwe dingen die zijn echt essentieel voor hernieuwbare energie. Dit zijn dingen die andere zijn van andere toepassingen en dit zijn voor allebei. Dus eigenlijk moet je in dit geval kijken, als het over de energietransitie gaat, naar de paarse en de blauwe vlakjes. Dan zie je al dat die mijnbouw daarvoor echt enorm aan het toenemen is. En artikel in Nature gaat erover dat dus nu al een grote impact heeft op de biodiversiteit in de grote delen van de wereld. En dat terwijl we eigenlijk nog maar aan het begin staan van die transitie. Nou, een van de opties, een van de manieren om schone energie te maken is kernenergie. Nou, dus voor veel mensen is dat controversieel. Dus wat maakt kernenergie nou toch zo verschrikkelijk aantrekkelijk dat we, ja, ondanks dat daar veel discussie over is, dat daar steeds toch een onderwerp blijft, wat terug blijft komen. Dat heeft allemaal eigenlijk hiermee te maken. Ik zeg, het uniek aantrekkelijke van alle kernenergie, en dat maakt eigenlijk niet uit of je nu uranium of thorium inzet, is dat je een enorme opbrengst hebt aan energie. Een enorme energiedichtheid, zoals dat heet. Dat betekent dat je gewoon heel erg veel energie haalt uit heel weinig materiaal. En dat materiaal, dat zag je in de vorige dia, is een van de problemen waarmee we te maken hebben. Nou,
die hoeveelheid energie die is vaak moeilijk voorstelbaar die er uit een atoomsplijting komt. En om dat een beetje handen en voeten te geven, gaan we kijken naar wat we daar in de praktijk mee kunnen. Die kern van kernenergie die leidt tot dat je 1 ton, hè, 1000 kilo, wat ik noem even zwaar metaal, als je dat kunt versplijten, dan levert dat een gigawattjaar aan elektriciteit op. En een gigawatt elektriciteit, dat is ook, je kunt je voorstellen, het Amsterdamse jaarverbruik is ongeveer 0,16 gigawattjaar. Dus met 1 ton zwaar metaal kun je meer dan een jaar Amsterdam van stroom voorzien. Nou, dat kun je op allerlei manieren, zou je dat op kunnen wekken. Je kunt dat bijvoorbeeld opwekken met een kolencentrale. Daar heb je dus een kolencentrale voor nodig en ongeveer 3,3 miljoen ton kolen. Dat is een trein van 570 kilometer lang. Dus van Amsterdam tot Berlijn ongeveer. Je kunt het ook doen met wind op zee. Paradepaardje van de energietransitie is deze windmolen die u hier ziet. Dat is de Haliade X van 12 megawatt. Die heeft volgens de fabrikant een capaciteitsfactor van 63%. Dat wil zeggen dat hij 63% van de tijd zijn vermogen levert. Dan heb je er 132 van nodig om diezelfde hoeveelheid elektriciteit op te wekken. Dat zijn molens die eigenlijk zo groot zijn als de Eiffeltoren, ongeveer. Je kunt het ook doen met een reactor en 1 ton splijtbaar materiaal. En dat is een bal van ongeveer 60 centimeter groot. En dat is de reden dat deze jonge dame deze strandbal omhoog houdt. Dat is ongeveer een bal van 60 centimeter. Dat is wat u bij voor moet stellen. En dat zware, dat splijtbare metaal, dat kan uranium 35 zijn. Dat kan plutonium 39 zijn of uranium 233. En dat laatste kun je maken van, inderdaad, thorium. Nou, laten we eventjes gaan kijken naar kernenergie nu. Wereldwijd in de energietransitie, de IPCC-scenario's, die geven een grote rol aan kernenergie. Dus die gaan uit van een grote groei van kernenergie. Maar nu is het zo dat in de Europese Unie, het beleid Timmermans wil geen kern. En dat betekent de Duitse atoomarchitectuur gaat onverdroten voort. Ook nog steeds in tijden van klimaatverandering. Daar beginnen de Duitsers zich nu ook wel wat zorgen over te maken. Maar je ziet dat bijvoorbeeld niet terug in de Eurostat-lijstjes. Hè? Want die Eurostat-lijstjes, dan hebben ze het alleen maar over percentages hernieuwbaar. Dus dan het betekent dat in die lijstjes dat je het dramatische slechte effect van het sluiten van die kerncentrales niet tegenkomt. Maar wel natuurlijk in de teleurstellende Duitse CO2-presentaties. Want Duitse stroomvoorziening is nog steeds toch wel voor een belangrijk deel is nog steeds afhankelijk van kolen. Huidige kerncentrales. Dat zijn zogenaamde drukwaterreactoren of lichtwaterreactoren. Ik zal het in deze presentatie misschien de term wel door elkaar gebruiken. LWRP weer gaat allemaal eigenlijk over hetzelfde in de praktijk. Je kunt zeggen dat zijn een beetje de werkpaden van de kernenergie. Ze zijn veilig, maar ze zijn niet helemaal optimaal qua brandstofgebruik. Het principe van een kerncentrale is eigenlijk vrij eenvoudig. Je hebt dus die splijtstofstaven, die zitten in een vat water. Dat water moet onder druk worden gehouden om de temperatuur hoog genoeg te krijgen. Vanuit dat vat circuleert dat superhete water en dat verwarmt het tweede vat. En daar wordt stoom van gemaakt en dat drijft dan een stoomturbine aan en dat levert dan de elektriciteit. Historisch interessant is dat de kerncentrales zoals we die nu kennen, hè, dat zijn dus deze jongens zoals die hier, dit zijn twee koeltorens. Veel mensen denken dat koeltorens bij kerncentrales horen, maar eigenlijk is dit de kerncentrale, dat kleine bolletje daar. Die kerncentrales die zijn een voortontwikkeling van de eerste kernreactor die voor een onderzeeër was ontwikkeld. En eigenlijk is het exemplaar die nu op het land staat, die wij nu gebruiken, is een voortontwikkeling van die oorspronkelijke onderzeeërreactor. Nou, dat ding is inmiddels een stuk moderner. We zijn dus nu sinds 2011 hebben we dan de zogenaamde EPR, de European Pressurized Reactor. Dat is een systeem waar heel veel kernreactoren allerlei
extra veiligheidssystemen aan toegevoegd zijn. Een aantal hele opvallende dingen, zoals echt een dubbele containmentstructuur. Er zijn echt allerlei extra vangstructuren gebouwd om in geval van mocht het misgaan, dat je dan toch de spullen op kunt vangen. Er is een extra filtratiesysteem aangebracht. Kortom, een heleboel extra zaken om zo'n ding zo veilig mogelijk te maken. Het vervelende is alleen dat het apparaat daar natuurlijk ook complexer van geworden is en dat we in Europa eigenlijk nauwelijks ervaring meer hebben met het bouwen van zulke structuren. En dat leidt ertoe dat, dat we gewoon ervaring tekortkomen om dat binnen de tijd en binnen de budget te doen. En dat is een aantal voorbeelden in Europa, is dat goed te zien. Maar wat wel belangrijk is om te weten, is dat ze het in China gewoon wel dezezelfde reactor kunnen bouwen en dat wel binnen budget en planning. Dus het is echt voor een deel is het echt een cultuur gegeven dat wij dat een beetje verleerd zijn in Europa. Wat ook heel lastig is, dat eigenlijk bijna niemand de feiten kent, maar wel altijd de mantra's herhaalt. Een van de favoriete mantra's is dat er een onopgelost afvalprobleem bestaat. Nou, daar wordt uitgebreid in een van de andere presentaties op ingegaan, maar dit zijn een paar foto's van een bezoekje wat wij aan de COVRA hebben gebracht. En hier ziet u Julian die aan een dummy vaatje kernafval voelt. Dat is niet goed te zien, maar dat is in feite een zwart glas waar hij zijn hand op legt. Dat is een opengewerkt vaatje. Bij de centrale van Borselen worden jaarlijks 10 van zulke vaatjes geproduceerd in afval. Waarvan eigenlijk de helft zogenaamd koud afval is en de andere helft is zogenaamd warm afval, warmteproducerend afval. En die hele discussie over kernafval gaat alleen maar over die 5 vaatjes van het warmteproducerende afval. En op de foto aan de rechterkant hier ziet u onder andere een ondergetekende staan. Wij staan daar bovenop op het afval. Ja, dus onder onze voeten ligt dat afval, ligt dat hoog radioactieve afval. Je kon daar, als je de vloer voelde, een beetje het verschil voelen met de koude hal. Dus de vloer was een klein beetje warm, dat kwam van het afval wat eronder lag. Ik sta daar met in mijn hand een stralingsmeter. En op dat moment heb ik net gedacht van, hey, mijn batterij is leeg, want ik heb helemaal geen reading. Ik heb helemaal geen uitslag. Maar dat bleek te kloppen, want de zaak beneden mij is zo goed afgeschermd dat daar echt nog minder straling te meten valt dan in mijn eigen achtertuin. Maar laten we wel zeggen, kernenergie kan beter, moet beter. En al om te beginnen de kosten, de prijs. En als voorlopig doel voor kernenergie zie ik de levelized cost of electricity van 3 cent per kilowattuur. Dat moet het streven zijn. Nou, er circuleren allerlei voorstellen om dat haalbaar te maken. En de belangrijkste daarvan is standaardiseer veel meer. Hè. Veel van de reactoren die we kennen, dat zijn weer steeds weer unieke projecten. Waardoor het sowieso hele dure projecten worden, de standaardisaties heel belangrijk. Ander probleem, ook een groot probleem, is dat van de bouwrente, hè, de bouwkosten, financieringskosten. Nou, dat is dramatisch in het geval van Europese reactoren. Je moet rekenen van, doordat kernreactoren door geldverstrekkers als riskant worden gezien en dat je daarom zomaar een rente van 7% betaalt. Dat moet je betalen over je hele bouwbedrag. En dat betekent dat een jaar vertraging zomaar een miljard extra kan kosten. Dat zijn dingen dat is dus wat bijvoorbeeld Jan en Kloosterman en in een van de andere presentaties ook Theo Wolters uiteenzet. Wat daar de effecten van kan zijn als je dat aan gaat pakken. Andere mogelijkheid is, daar gaan we binnenkort een webinar over organiseren. Hier staat Go Shipyarding. Nou, dat is een hele intrigerende nieuwe ontwikkeling die door Kirsty Kogan zou worden toegelicht. Ga je grote kerncentrales bouwen op grote scheepswerven. Het laatste voorstel is, waar we vandaag verder over gaan hebben, dat is investeren in de ontwikkeling van die gesmolten zoutreactor. Nou, dat zijn veel landen in de wereld aan het doen. China doet dat, het Verenigd Koninkrijk doet dat, Canada, VS en uiteraard onze stichting ook. Daar gaat het verder over. MSR, afkorting staat voor Molten Salt Reactor, gesmolten zoutreactor, die is succesvol gedemonstreerd tijdens de Molten Salt Reactor Experiment, de tweede helft van de jaren 60 in Amerika, in Oak Ridge. En dat was
Een enorm succes. Die op dat moment nieuwe reactor die vestigde direct het duurrecord van onafgebroken lopen. Van elke welke reactor dan ook die tot op dat moment gebouwd was. Dat was heel spectaculair. En de onderzoekers waren na afloop van het experiment er echt van overtuigd dat ze de energietoekomst van de mensheid in hun handen hadden. Dus het was ook een enorme teleurstelling dat dat niet doorgegaan is. Maar waarom gebeurde dat? Nou, dat is een lang verhaal, een ingewikkeld verhaal, ik kan er ook niet uitgebreid op ingaan. Maar het komt in essentie op neer dat de politiek op dat moment koos voor de concurrentie. Want er waren twee programma's. Er was het programma van de vloeibare metaalreactoren. En was het programma van het gesmolten zout. En in die tijd was men toch bang voor een uraniumtekort. Als je alleen maar lichtwaterreactoren zou bouwen. En die gesmolten metaalreactoren die hadden juist eigenlijk hetzelfde doel als wat een gesmolten zoutreactor ook heeft. Namelijk het volledig gebruiken van je brandstof. En in die tijd dachten van die andere reactoren, die zijn bijna klaar. En dat is een beetje tegengevallen. Nou, hoe werkt een gesmolten zoutreactor? Nou, dat is ook weer eigenlijk niet zo'n verschrikkelijk ingewikkeld ding zo op papier. Het is best een groot ding wat hier staat afgebeeld. Het is ook een grote reactor. Je moet denken aan ongeveer een gigawatt. Dus weer diezelfde gigawatt die we aan het begin van het verhaal hebben gezien, gehoord. Nou, voor referenties hier een mannetje, een figuurtje naast getekend. Dus waar die naast staat is een groot blok, dat grijze blok, dat is een groot blok grafiet. Daar stromen daar gaan kanaaltjes doorheen. En door die kanaaltjes circuleert een gesmolten zout. Dus dat circuleert deze kant en die kant op. En je moet je voorstellen dat gesmolten zout, als dat vloeibaar is, het is een temperatuur van zo'n 650 graden, komt dat de reactor in en warmt dan in de reactor op tot zo'n 750 graden. En dat is bij die temperatuur is dat zo vloeibaar als water ongeveer. Dus je denkt misschien iets van dikke brei of zo. Nee, het is echt een waterachtige vloeistof, helemaal helder ook. En dat stroomt hier natuurlijk door deze warmtewisselaar. En daar wordt de warmte afgegeven. En dan weer een tweede warmtewisselaar geeft die warmte ook weer af. En gaat er naar een stoomturbine en wordt daar elektriciteit mee gemaakt. Dat andere kanaaltje is ook belangrijk. Dat gaat door dit dingetje hier zo. Dat is eigenlijk een schoonmaakunit. Dus dat is een van de hele mooie dingen van dat gesmolten zout. Is dat je het schoon kunt maken terwijl het werkt. Dus dit is een soort van geavanceerde wasmachine, zou je kunnen zeggen. En dat zorgt ervoor dat het zout in goede conditie blijft. Ander belangrijk dingetje om te noemen nog is deze plug. Dit is een zoutplug. In werkelijkheid zit dit ding veel dichter bij het reactorvat. En wordt dit dingetje gekoeld om daar een prop zout gestold te houden. Mocht er nou iets gebeuren met de temperatuur van de reactor, waardoor die te hoog wordt, dan gaat dat prop zout gaat smelten en kan dat zout zo weglopen in deze afvoertanks. En die zijn zo gebouwd dat de reactie altijd volledig zal stoppen. Dus een prachtige veiligheidsvoorziening. Die gesmolten zoutreactoren die hebben zogenaamde intrinsiek veilige eigenschappen. En ik noem een paar van de belangrijkste. Hele belangrijk is deze, hij werkt bij omgevingsdruk. Doordat dat gesmolten zout zo'n hoge kooktemperatuur heeft, kun je dat gewoon heel erg warm maken. Hè? Dus het is een enorm energievoordeel als je bij zulke hoge temperaturen kunt werken. Dus die hoge temperatuur van het zout, van een werktemperatuur van 650 tot 750 graden, dat zorgt dus echt voor, en dat kun je dus bereiken zonder dat je daar een drukvat voor nodig hebt. Er zit geen verspreidingskracht in het systeem. Dat is een hele belangrijke gegeven. Hè? Dus die radioactieve componenten die natuurlijk in die reactor zitten, die hebben dus geen manier om verspreid te raken. En dat is een heel groot voordeel ook van die gesmolten zoutreactor. Andere ding is dat het zout ook die splijtingsproducten, hè, dus het spul wat ontstaat tijdens de reactie, wordt gebonden. Hè? Een beetje zoals keukenzout bindt ook verschillende componenten die afzonderlijk gevaarlijk zijn. Doordat die binding zo sterk is, hoef je daar geen zorgen over te maken. Een ander is dat bij een ingestelde temperatuur de reactie vanzelf stopt. Bij een chemische reactie is het zo dat hoe warmer het is, hoe sneller die verloopt. Bij een kernreactie is het zo van hoe warmer het spul wordt, hoe groter hoe verder het uitzet. En dan gaat het langzamerhand, dan gaat de reactie steeds langzamer lopen en uiteindelijk stopt die gewoon.
Heel interessant natuurlijk is dat er geen meltdown nodig is. Het is eigenlijk geen relevant probleem, omdat het spul allemaal al vloeibaar is. En die smeltplug, zoals ik net verteld heb, dat geeft nog een extra veiligheid. Kortom, je krijgt wat je genoemd wordt een eenvoudige safety case. Je kunt hem makkelijker gewoon helemaal veilig maken en dat scheelt geld. Heel interessant is dat dat gesmolten zoutreactor van thorium splijtbaar materiaal kan maken. En datzelfde kan je doen ook met verruimd uranium. Ze zijn allebei heel belangrijk en dat is ook een enorm voordeel voor wat dat materiaalgebruik betreft, waar ik eerder in mijn verhaal het over had. En ja, wat heel belangrijk is natuurlijk dat een MSR, een gesmolten zoutreactor, ook dat doel van 3 cent per kilowattuur haalbaar maakt. Kijken we naar de ontwikkeltijd, dan is het belangrijk om op te merken dat je een gesmolten zoutreactor ook op gewoon verrijkt uranium kunt laten draaien. En op verrijkt uranium zal de eerste gesmolten zoutreactor veel sneller kunnen draaien dan een gesmolten zoutreactor die die complete brandstofcyclus van thorium heeft. Nou, waar zit dat verschil in? In die wasmachine waar ik het net over had, in die schoonmaakunit, dat is in het geval van verrijkt uranium, is dat eigenlijk een redelijk eenvoudig ding. Voor thorium en voor een gesloten brandstofcyclus heb je eigenlijk iets veel beters nodig. En daar zit nog wel wat technisch werk. Maar wat vooral heel belangrijk is, is dat als het je lukt om zo'n gesloten cyclus te maken, ik ga er zo dadelijk wel meer over vertellen, dan heb je echt een heel duurzaam energiesysteem. Een extreem schoon systeem en waarmee we echt 10.000 jaren vooruit kunnen als mensheid. Wat ik al zei, een MSR op verrijkt uranium is in dat proces echt een hele logische eerste stap. En dat die technologie is aanvankelijke technologie is eenvoudig. En ja, daar vandaan kun je dus voortgaan naar een meer geavanceerde technologie. Nou, dus het gaan kijken, tijd om even te kijken nog naar dat grotere plaatje van die energiesystemen. Hè? En dan heb ik het over wat je er allemaal voor nodig hebt om het ding te maken, om het ding te ommantelen. En als je dus dat hele proces bekijkt, dan moet je gewoon constateren, er zijn gewoon geen energiesystemen zonder nadelen. En om dat in kaart te brengen, maak ik gebruik van een belangrijk rapport van de IPCC. Dat is het zogenaamde Annex 3, technologie-specifieke kost- en performance-parameters. En IPCC geeft daar cijfers in over systeememissies. Dus dat komt er vrij als je het hele proces van mijnbouw tot eindgebruik, eindberging in ogenschouw neemt. Nou, daar zijn hier even op een rij de 4 belangrijkste energievoorstellen voor wat betreft de Nederlandse discussie. Er zijn links aan de linkerkant staat zonnepanelen op je dak, zonneweiders, wind op zee en kernenergie. Nou, die verticale zwarte lijntjes, dit gaat over schattingen wat de systeememissies zijn in totaliteit. Want dat is best een hele complexe discussie die eronder ligt. En de grote vraag is altijd, wat reken je mee? Die schattingen die variëren behoorlijk. En met name bij zonneweides en bij kernenergie zijn die schattingen nogal uiteen. Bij kernenergie kom je zelf de meest bizarre cijfers tegen over hoeveel CO2-uitstoot per kilowattuur dat nog biedt. Feitelijke schattingen gaan zelfs nog veel hoger. Maar IPCC heeft al die onderzoeken op een rij gelegd en eigenlijk zegt het IPCC met dit rapport van nou, de systeemuitstoot van kernenergie en van wind op zee, die zijn eigenlijk heel vergelijkbaar. Het zit eigenlijk bijna geen verschil tussen. Maar wat zijn dat nou precies voor emissies? Nou, dat heeft heel veel te maken met mijnbouw, met grondstoffen. En dat is een hele belangrijke vraag voor die schone energietoekomst die we met z'n allen willen hebben. Kunnen we in de toekomst de groei van de mijnbouw limiteren? Nou, die vraag, daar ga ik nu nog een paar dia's op in voor wat betreft kernenergie. Want de andere opties die hebben diezelfde vraag eigenlijk, maar daar ga ik verder op dit moment niet op in. Net al gezegd. Kernenergie-emissies nu zijn vergelijkbaar met wind op zee. En de vraag die ik nu wil behandelen is van, kan dat nog lager voor wat betreft kernenergie? Nou, dan is het goed om naar die brandstofproductie te kijken van kernenergie, want het is een belangrijke component van die emissies. Ik maak daar gebruik van één van de rapporten die ten grondslag ligt aan het IPCC-rapport waar ik net even naar verwees. Maar even helemaal terug naar het begin. Voor een gigawattjaar
Hè, dus Amsterdam, nogmaals, doet ongeveer 0,6 gigawatt jaar per jaar. Maar om 1 gigawatt jaar te produceren, dat heb je daarbij een gewone kernreactor, een gewone lichtwaterreactor, heb je nodig. Dan moet je beginnen met zo'n 250 ton uranium te delven. En dat maak je in een verrijking, verrijk je dat, maak je daar 35 ton verrijkt uranium voor. Dat is voor je reactorbrandstof. Nou, die brandstofstaven gaan in een reactor en gemiddeld per jaar haal je daar dus 35 ton afgewerkte kernbrandstof uit. Die bestaat dan uit een aantal componenten. In werkelijkheid zitten die gewoon in één blok, is dat gemengd met elkaar allemaal. Maar belangrijk om daarvan te onthouden is dat die 35 ton, dat er nog steeds 33,5 ton ongebruikt uranium is, basically. En dat je daar daarnaast, en dat is belangrijk, 1 ton splijtingsproducten hebt. De andere componenten sla ik voor nu even over. Wat is nou het voorstel van die gesmolten zoutreactor? Die kun je optimaliseren zodanig dat je 1 ton zwaar metaal kunt gebruiken. En dat kan zijn uranium-238, waar we dus een enorme voorraad al van hebben. Of thorium-232, waar we ook een enorme voorraad hebben, maar op een andere plek. Dat kun je omzetten in splijtbaar materiaal. En daar maak je je energie mee. En het enige wat je overhoudt is die ton splijtingsproducten op het eind van de cyclus. En dat betekent dat je systeememissies voor wat betreft die brandstofproductie in dit verhaal ja, eigenlijk gewoon voor die brandstofwinning vrijwel verdwijnen. En dat betekent dus dat je eigenlijk alleen maar een deel overhoudt wat je voor de bouw van het spul. En dat betekent in het geval van kerncentrale dat je je systeememissies met minstens de helft terugbrengt. Nou, wat betekent dit nou voor u, voor mij als burger? Dat betekent dat je, als je deze energieoptie zou realiseren, dat je een heel leven energie kunt halen uit een balletje zwaar metaal, wat zo groot is als dat ding wat ik hier in mijn handen heb. Dus stel je voor een bol thorium van 3,5 centimeter doorsnee, daar heb je gewoon alle energie voor je hele leven, van dat hele schema wat ik aan het begin van mijn verhaal liet zien. Dus het gaat dan over die vloeibare brandstoffen, het gaat over de warmte, het gaat over elektriciteit, de hele rimram, de spullen die je gebruikt, zit dus in die, al die energie zit in die bal van 3,5 centimeter doorsnee. Het is vergelijk, als je hetzelfde zou doen met geen steenkool, heb je een bal nodig van bijna 11 meter doorsnee. Dus, dat is het voorstel. Dat is de thoriumvisie. Je hele leven energie in een balletje zo groot als een golfbal. En dat betekent uiteindelijk dat je een systeem, een pad hebt, een weg hebt naar schone energie en welvaart wereldwijd voor iedereen. Dank voor uw aandacht.